ben Bart, ik ben een van de drie mensen die achter de geheugenacademie zit. Ik ben een van de trainers, ik ben een van de geheugenexperten. Trouwens, sorry als ik er een klein beetje bezweet uitzie. Ik kom net van de tuin en ik heb net mijn gras gemaaid en het was toch een mooie dag, dus ik heb ervan geprofiteerd. Maar, ineens kwam er iets in mij op en je weet, een creatieve geest werkt soms op rare manieren. En ik dacht, ik moet dit nu opnemen. Wat als je voor peanuts je zelfvertrouwen zou kunnen opkrikken? Wat als je voor peanuts zou kunnen slagen dit jaar en dat je dan nog tijd overhoudt voor alle dingen die je graag doet? Dus bijvoorbeeld, je gaat graag uit, je gamet graag, weet ik veel wat je allemaal graag doet. Dat combineren met studeren, minder studeren, meer feesten. Hoe klinkt dat voor peanuts? Wat als je voor peanuts een speech zou kunnen onthouden die je moet schrijven of geven op een podium voor een bedrijf? Als je een bedrijfsleider bent die altijd met notities staat op een podium te lezen en moeite heeft om het publiek te engageren. Wat als we jou dat voor peanuts, letterlijk voor peanuts, zouden kunnen leren? Hoe leuk zou dat zijn? Wat als je... Als het peanuts zou kosten om nooit meer een verjaardag te vergeten en nooit meer zo'n gênant moment te hebben van oei, sorry, is een kaartje, maar het is een dag te laat. Dat dan en nog veel meer, dat gaan we jou kunnen leren in de Geheugenacademie. En ik ga dadelijk vertellen hoe. Voilà, een klein beetje opgefrist. Waar zat ik? Ik zat bij peanuts. Peanuts om te slagen dit schooljaar. Peanuts om speeches van buiten te leren. Peanuts om uw zelfvertrouwen op te krikken. Letterlijk dus. Wat gaan we doen? Wel, met de Geheugenacademie zoeken wij nu op dit moment 9 mensen om onze principes, om de systemen die we aanleren, om de methodes die we aanleren te bewijzen, om te laten zien dat het werkt. We hebben 9 mensen nodig met een gemiddeld of mensen die van zichzelf vinden dat ze een slecht geheugen hebben. En die 9 mensen die gaan wij persoonlijk 3 maanden begeleiden om met die geheugentechnieken, om daarmee aan de slag te gaan om die dingen te leren. En als er geen verbetering is, dan krijg je de peanuts terug. Vanwaar die peanuts? Wel, het enige wat jij moet doen om te kunnen deelnemen hieraan is commitment tonen. En de manier waarop je commitment gaat tonen is door ons een zakje peanuts op te sturen. Gewoon een zakje verse pindas. Bijvoorbeeld, dat mag vanuit de Lidl zijn, maakt niet uit. Geen voorbereid zakje, een zakje verse pindas. 2-3 pindas is zelfs genoeg, maar je moet er moeite voor doen. Dus je gaat naar de winkel, je gaat de zakje halen, je vult dat zakje, je stuurt ons dat op samen met, en dat mag via e-mail, maar dat zakje moet wel fysiek hier geraken, samen met een motivatiebrief, waarin dat staat van hoe slecht dat je geheugen wel is, wat dat je studeert, wat dat je wilt bereiken, waarom dat deze cursus, dat deze begeleiding iets voor u zou zijn. En dan gaan wij u helpen voor peanuts om dit jaar te slagen. En werkt het niet, dan krijg je je peanuts terug. Dus je hebt totaal geen risico. Alleen commitment heb je nodig en even een klein beetje inspanning om onze cursus te leren. Zie je dat zitten? Stuur een zakje peanuts naar het adres dat nu gaat verschijnen. En dan zien we u hopelijk binnenkort voor een online sessie. En dan gaan we aan de slag om u te helpen slagen.